Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hebben een heerlijke lentedag achter de rug, tenminste in grote delen van het land. Want de temperaturen waren hoog en vooral in het zuiden en oosten scheen ook de zon flink. In het westen, in de buurt van Lelystad en ook bijvoorbeeld in de noordelijke provincies, daar was veel meer bewolking. En daar was het dus allemaal net wat minder fraai en ook wat minder warm. Maar toch, voor de tijd van het jaar kunnen we nergens klagen. Een normale temperatuur is ongeveer 11 graden en kijk eens naar deze waarde. Dit is tot vanmiddag 3 uur. Daarna kon de temperatuur nog iets verder oplopen. Maar het geeft toch een aardig beeld van de, de hoogste temperaturen van vandaag. Uiteraard in het zuiden en oosten, daar was de meeste zonneschijn, daar liep de temperatuur op tot boven de 22 graden. Alle locaties met een rood cirkeltje, die geven een dagrecord aan. Nog nooit sinds de start van de metingen op die locatie is het op 30 maart dus warmer geweest. Groot deel van de meetpunten dus. En dat warme weer, dat houden we nog even. Want je hebt ongetwijfeld al gehoord dat we ook morgen weer te maken krijgen met hoge temperaturen. Hier loopt de weerkaart. Nou, komende nachttemperaturen zo rond de 10 graden, morgen overdag veel zonneschijn. En uiteindelijk wordt het smiddag zo 22, lokaal 23 graden. Maar op deze modelberekening zie je bij de westkust morgenmiddag al een eerste bui zitten. En boven het westen van Frankrijk zie je meer buien zitten. En die komen dan in de avonduren over ons land trekken. En dat kunnen stevige buien zijn met een klap onweer, misschien ook een keer hagel. Denk niet dat het overal nat wordt. Het is vooral her en der een paar stevige buien. Die buien zorgen er wel voor dat de warme lucht verdreven wordt. Daardoor krijgen we zaterdag totaal ander weer, veel bewolking, van tijd tot tijd buien vanuit het zuiden. En dan temperaturen zo tussen de 14 en de 17 graden. Maar die 17 graden lukt alleen als de zon smiddags dan toch nog even doorbreekt. Wisselvallige weer dus, maar morgen is nog een warme dag. En ook vanavond is het nog lang aangenaam. De zon die gaat rond kwart over acht, half negen onder. Nou, tot dat moment blijven de temperaturen prima. Daarna beginnen ze te dalen. Maar voor de tijd van het jaar wordt het een zeer zachte nacht. Ik zei het al: normale middagtemperatuur is nu 11 graden. Nou, komende nacht ligt het minimum op 10 graden. Er zijn nog steeds een paar wolken, maar ook brede opklaringen. En morgenochtend beginnen we dan met zonnige perioden en een paar wolkenvelden. In de middag komt er meer bewolking. Dus net als vandaag opnieuw geen zon overgrote dag, maar wel hoge temperaturen. 20 tot 22 graden, lokaals 23 graden mogelijk. Nou, bij deze waarde kan er in de middag al een enkele stapelwolk lokaal uitgroeien tot een bui, maar zoals we net al op de modelvelden zagen. De meeste buien bereiken ons na een uur of vijf in de middag. En die trekken dan in de avonduren over het land. Ik denk dat daardoor bijvoorbeeld Groningen of uh, Enschede... dat die tot laat in de avond het droog weer houden. Die buien met onweer en hagel trekken in de loop van de nacht weg. En dan krijgen we dus vanaf zaterdag... Koeler weer, of beter gezegd minder warm weer. Want met temperaturen in het weekend van 15 tot 17 graden is het natuurlijk nog steeds veel te zacht voor de tijd van het jaar. En ook in de loop van volgende week blijven de temperaturen op de meeste dagen boven normaal uitkomen. Zaterdag een paar buien, zondag grotendeels droog. En ook daarna lijkt het de meeste dagen droog te blijven. Dus van een flinke weersverslechtering is geen sprake. Maar de 20 graden van vandaag en morgen, die zien we voorlopig niet meer terug. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl